Pro Musica Lier zet het nieuwe jaar in met een eerste aperitiefconcert op zondag 28 januari. Inge Willekens vertelt je hier meer over. Dus op 28 januari brengen we een Armeense pianiste naar Lier. Sofia Melikian is haar naam. Dus zij is meer dan alleen een Armeense. Zij is wel geboren en opgegroeid in Erevan, in de hoofdstad van Armenië. Dus op haar 14e levensjaar is ze naar Madrid gekomen. Samen met haar vader, violist, die aan het radioorkest van Madrid ging werken. Daar heeft ze dan gestudeerd aan het conservatorium. Dus ze heeft ook heel input gehad van Spaanse muziek. Nadien heeft ze nog lessen gevolgd aan het Conservatoire de Paris. En dan is ze, om zich nog meer te volmaken, ook toegelaten geworden aan het Manhattan School of Music in New York. Zij is daar heel lang blijven wonen, heeft daar een grote carrière gehad met orkesten enzovoort. Maar sinds 2 jaar woont ze in Parijs en is ze dus ook voor Lier bereikbaarder. Ik ken haar als pianist al heel veel jaren en ik heb eigenlijk zelden een pianist gehoord die me zo aangegrepen heeft. Als ze piano speelt heb je helemaal niet het gevoel dat ze komt spelen wat ze de voorbije maanden heeft ingestudeerd. Maar ze plukt als het ware de muziek uit de lucht, uit de atmosfeer die er op een concert hangt. Met een ongelooflijke poëzie, tegelijkertijd ook heel virtuoos, heel straf. Ze kan onwaarschijnlijke kleuren toven en climaxen maken. En wat ook opvalt is dat ze een enorme impact heeft op het publiek, een heel sterke communicatie. Het publiek komt ook vaak vragen, wat was dat nu? Maar er is een onwaarschijnlijke overdracht en meeslepen in emoties. Hier in Lier brengt ze bovendien een van haar absolute lievelingswerken, namelijk de cyclus Seizoenen van Tchaikovsky. Het is een opeenvolging van karakterstukjes. Het werk zou ook de maanden kunnen noemen, want elke maand krijgt een sfeerstukje dat heel erg verschillend is. En in die zin vonden we het ook geschikt als nieuwjaarsconcert, als een soort van wens, want als elke maand zo mooi wordt voorgeschilderd, ja, dan kun je het jaar moeilijker op een betere manier beginnen. Sofia is ook een echte ambassadrice van de muziek uit Armenië. Ze zijn heel erg knappe componisten, zowel hedendaags als de 19e eeuw. En ze brengt ook werk van Arno Babadjanian. Dat is zo de meest bekende componist onder de Armenen. Dat is ook een fantastisch werk, vaak heel percussief, maar vaak ook heel erg melancholisch gebaseerd op volksmuziek. Geniet van muziek. La Classica.